Maar we zijn vandaag bij Kart van Euren. Die zijn hard bezig geweest om de baan te vernieuwen. We hebben nu een nieuwe bocht, een banking. En verderop hebben we nog een stukje uitbreiding. Dus ik ga jullie even meenemen in een rondje in de kart. Om te kijken welke bochten nieuw zijn. Als eerst hebben we de kombocht, die is nieuw. En we hebben deze bocht naar rechts die nieuw is. Nou, we gaan even mee naar de snelste ronde van mij in deze sessie. Nou, we beginnen in bocht 1. Dit is gewoon nog zoals het eerst was. Neem hier de curb mee. En dan komen we aan bij de kombocht. Nou, het is nog best lastig zoeken wat de beste lijn is. Hoog, laag, beetje middellangs. Ik raakte ook niet per se de apex. Maar het is gewoon lastig te zoeken welke lijn het snelste is. Nou, hier zien we ook een nieuw stuk asfalt. Er lag best veel grip op het nieuwe asfalt. Terwijl we hier alweer aankomen bij het oude stuk. Nou, we hebben ook nog een rijder gevraagd van de clubrace, Devin Vlaskamp, wat hij van de nieuwe baan vond. Daar kunnen jullie nu even naar gaan luisteren. Staan jullie nu bij de enige echte Devin Vlaskamp. Wat vind je van de nieuwe baan, Devin? Ja, een beetje hobbelig. Maar hij moet natuurlijk nog ingereden worden, een beetje rubber op de baan. Maar het is wel een leuk idee. Ja, zeker weten. En wat vind je van de kombocht? Dat is toch wel uniek? Ja, zeker weten. Dat is, het is een nieuw inhaalpunt. De kartbaan Eurum is al niet heel groot en nu zit er wel een nieuw inhaalpunt bij. Dus wordt genieten zondag. Je hebt vandaag voor het eerst getraind. Ja. Gaat het een beetje goed? Ja, zeker weten. We hebben allemaal verschillende combinaties geprobeerd van de kart. En we zijn nu op het beste punt gekomen. En die gaan we morgen gaan we weer verder uitrekenen en doen. Dus ik ben benieuwd. Succes, dan zien we je zondag wel bij de clubrace. Ja, dank u wel.